Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo. Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Ik weet best wel donders goed van, wat mensen willen. Als zij bepaalde dingen willen zien van mij, kunnen ze dat krijgen. Wat is dat als ze bepaalde dingen willen zien van jou? Ze willen de grote grappigs. Nou, dan wil ik wel grappig zijn. Wil ze serieus? Kan ik wel serieus zijn. En als ze willen dat ik gek doe, nou, doe ik gek. Van, laat ze maar denken dat ik gek ben. Welkom bij Noorderlingen Dingen. Ik ben Colin Mooijman en in deze podcast praat ik met Noorderlingen over dingen. En ik zit er aan de keukentafel in Appingedam met oud-voetballer, entertainer en ondernemer Henk de Haan. Jee. Hey Henk. Colin. Nou, welkom. Of ja, ik heet mezelf eigenlijk welkom bij jou aan de eettafel. Ja, welkom in het pittoreske Appingedam. Prachtig man, leuk dat je met mij dit gesprek wil doen. Ja. Hoe gaat het met je? Gaat goed. Druk, druk, druk. Altijd druk, hè? Nou, op de tijd. Het zijn wel de periodes natuurlijk. Ik heb een evenementbureau, dus leuke dingen. Jawel, van afgelopen weekend, weekendje Ameland. Vorige week was ik met bedrijf in Breem. 70, 80 man. Mooi. Gekkigheid. Gekkigheid. Ja, daar sta je natuurlijk wel een beetje onbekend, Henk. Als jij jezelf voorstelt aan iemand waarvan jij weet dat ze je niet kennen of herkennen, wat zeg je dan? Ik ben Henk de Haan. Ik heb een evenementenbureau. 28 jaar met heel veel plezier bij de Rabobank gewerkt. Sinds 10 jaar voor mezelf bezig. En ik heb plezier in mijn leven. Wat wil je nog meer? Wat wil je nog meer? Hey, ik heb ChatGPT ook even gevraagd. Hè, van wie is Henk de Haan? Dus, serieus, joh? Kun je dat er gewoon neergooien? Ja. En dan komt er wat uit? En dan komt er wat uit. Dus, ik ben benieuwd. Dit is de AI-introductie van Henk de Haan. Henk de Haan uit Groningen is een bekende persoonlijkheid in de provincie Groningen. Hij staat bekend als een lokale beroemdheid en heeft verschillende rollen vervuld in de gemeenschap. Henk de Haan is vooral bekend als voormalig voetballer van FC Groningen. Hij speelde als verdediger en wordt vaak herinnerd als een clubicoon van FC Groningen. Naast zijn voetbalcarrière heeft Henk de Haan zich ook betrokken getoond bij lokale initiatieven en goede doelen in de regio Groningen en wordt hij vaak gezien als een gewaardeerde en geliefde persoonlijkheid in de lokale gemeenschap. Zo, dit is een applaus voor die computer. Hey. Wat mooi, ja. Ja. Ja, dat is wel heel grappig, ja. Miste nog iets aan deze introductie? Ja, zo belangrijk was ik niet bij FC Groningen. Veendam heb ik wel een beetje meer, of niet meer mee, maar daar heb ik in totaal 10 jaar gevoetbald. En 10 jaar in het eerste. En dat was, dat wordt mij niet uit dat ik er niet over genoemd word, of flauwkullen, maar daar heb ik ook een geel-zwart hart. Dat ook zeker. Ja. Dat een... Een groen-wit en een geel-zwart hart. Ja, nee, dat is ook zo. Groen-wit en een geel-zwart. En misschien nog wel ietsjes meer geel-zwart dan groen-wit. Nee hoor, maar groen-wit is ook super natuurlijk, zonder meer. Ja. Ja. Het mooie van die AI-chat-dingen is, het leert steeds bij. Hè? Dus we kunnen nu deze input geven, want ik mis hem inderdaad ook. Hè? Veendam, ik ben natuurlijk ook een Veendammer. Klopt. Ja, want wat die AI ook niet helemaal wist, hè, is dat je na je voetbalcarrière eigenlijk nog bekender werd, ook landelijk. Ja, met dit fragment. Ver in het Groningse land woont een man die met zijn reddingspoging voor de voetbalclub Veendam zo'n diepe indruk op ons maakte. Mooi, met zijn Farouk kwam ik tegen. Dat is een dikke sheikh in Saudi-Arabië. Second division for a good price for 5 million. Dat is een peanuts voor die mensen. Denk ik hoor, echt. Kom op, broezen. Wat gebeurde er allemaal in die tijd met jou? Ja, wat gebeurde er allemaal in die tijd? Ik werkte toen nog bij de Rabobank. En toen reed ik 's morgens naar de bank toe. En toen hoorde ik op de radio van vandaag Veendam. Wat waarschijnlijk faillissement uitgesproken. Ik dacht, dit dan? Ik dacht, dat mag hier niet gebeuren, dacht ik bij mezelf. Dus ik heb mijn chef gebeld. Ik zeg, of gevraagd, mag ik vanmiddag vrij nemen? En sowieso is het geval. En mijn club staat op instort. Een beetje wel, ja. Dus stond op instort, ja. Stond op instort, dus ik als een raket naar Veendam toe. Ik zeg, we gaan crowdfunding, dacht ik bij mezelf, man. Ik had mijn rekeningnummer 710016. Nee, dat had mijn jeetje laten drukken. Ik kwam weer daar op stadion en gekkigheid, televisie, radio, noem maar op, ding maar op.
Toen dachten we bij onszelf, we gaan heel verzoomen. Dus nog een bus geregeld met busvol. Ja, toen is dat een beetje gaan rollen. Broezen was het woord. Broezen was het woord. Het optimisme was werkelijk waar hemelbestormend, maar het heeft niet mogen helpen. Nog niet. Iedereen, heel Nederland, die kan Veendam helpen. Dus iedereen wat met je aandeel houden van Veendam door 1 euro over te maken, Matthijs. Dus... Daar, precies, op welk nummer? Nou, camera 17-10-016-99. Gewoon even. Henk, nu ik even. Oké. Ik had wel een miljoen verwacht. Ik had wel een paar ton meer verwacht. In totaal, alles bij elkaar is nog 220.000 euro bij elkaar gekomen ongeveer. We hadden 6,5, 7 ton nodig. Dus we zijn verder beneden. Te weinig helaas. Maar even iets tekort. Maar... Iets tekort, jammer allemaal. Aan jouw inzet en, heeft in ieder geval niet gelegen toen in die tijd. En niet alleen mijn inzet, maar veel meer mensen die er heel veel voor hebben gedaan natuurlijk bij Veendam. Jammer. En dan leek gewoon van, er was te weinig draagvlak. En dan denk ik bij mezelf, ja, een fabriek die omvalt is veel erger dan een voetbalclub. Zo is dat alweer natuurlijk. Het is maar voetbal. Maar het was wel heel mooi geweest natuurlijk. Want na de Kuip en na de Kuip... Ik ken niet eens een andere voetbalclub opnoemen van die een naam heeft met de Lange Leegte. De Lange Leegte. Ja, de Lange Leegte. Iedereen weet gewoon wat de Lange Leegte is. Na de Kuip is blijkt dat een van de eerste bekende namen zijn van het voetbalstadion. Dit is nu gewoon overkolling. Ja, dus dat is wel ontzettend jammer. Ja. Ja, en voor jou, hè, want jij hebt natuurlijk als voetballer stond je natuurlijk al wel in de publiciteit. Door deze actie was Henk de Haan ineens een landelijk fenomeen. Ja, precies. Wat deed dat met jou op dat moment? Oh, ding met mij. Weet je wat mooi vond? Ik had een beetje broezen geroepen met een beetje pom en zo. En dan kom je, dan ben je ergens aan het winkel of wat dan ook. En dan zie je oude vrouwtjes. Dat is die man van broezen. Ze weet mijn naam niet eens, maar dat vind ik wel grappig. Broezen en alles. Het is mooi zo van, hey, als ze me zien, dan is het niet zo van, ik draai hem alle kanten op. Nee, vinden ze wel weer leuk dat ze me zien. Dat we, ja, dat vind ik wel wat. Dat zie je ook aan de mensen van, hey, ik heb zo wat... vrolijkheid gebracht. Ja. Dat is heel mooi. Het heeft Veendam niet weten te redden of zo, maar nee. het heeft het merk Henk de Haan wel echt een boost gegeven. Ja, heeft wel een boost gegeven, zeker. Ja. Zonder meer. Ze refereren er allemaal aan van, hey, je bent een man van Veendam. En helaas, jammer. Ja, nee, klopt. Ja. Het is nog broezen, het is nog popopom, het is vrolijkheid, het is gezellig en dat behoop. Ja. Ja. Daar doen we ons best voor. Daar doe je je best voor. Ja. Hey, Henk de Haan, geboren in Groningen, 2 november 1962. Ja, dat gelooft niemand. Hè? Dus wou ik binnen zeggen, 60. 60? Ja, ik zei nou, ik ben 2 jaar ziek geweest. En kijk ze, ja, man, nee, flauwkul natuurlijk. Ja, je bent 60 jaar en nou, we kennen elkaar, denk ik, bijna misschien 10 jaar. Hè? Ja, ietsjes meer, 15, 20 jaar, denk ik wel. Colin, van die 60? Ja, zo lang al? Ja, denk het wel, ja. Ja, ook bij de OogTV toen. De tijd vliegt, ja. We aardig samengewerkt. Dit is wel de eerste keer dat ik jou zo interview op deze manier. Hier volgens mij. Ja, klopt. Ja, dat is ook een beetje lastig. Dus ik heb even wat hulp ingeschakeld. Ik ben even langs gegaan bij jouw clubpie, Omlandia. Om even wat input te krijgen. Wat grappig. U, meneer Schildkamp, was oud-trainer van Henk de Haan vroeger hier bij Omlandia. Ja, klopt. Ik heb, wij hebben de 2 jaar hebben wij in de districtselectieklasse gespeeld. Dat was eigenlijk de hoogste voor de A-junioren. Ja. Wij speelden tegen Emmen, tegen Hubert Sneek en weet je wat, al dat soort blauw-wit. En dat was ook de periode natuurlijk dat Henk zich in de kijker speelde. Ja, met Ronald Steenge. Beide, hè? Dat waren ook de beste spelers van ons natuurlijk. Dat is duidelijk. Stak Henk er dan ook zeg maar, echt bovenuit? Of waar moest hij het van hebben? Hij fysiek was hij sterk, hè? Ja. Is hij nog steeds. Hij is fysiek sterk. En dan was hij dat ook. En hij had een goed schot in de been. Dus dat was prima. Wat was het voor een gozer toen eigenlijk, Henk? Hij wist wat hij deed. Heel belangrijk in het voetbal, ook van het voetbal zelf, wist hij heel goed wat hij deed. En dat heeft hij ook altijd volgehouden. En dan ga ik Henk interviewen, hè, voor een podcast. Heeft u een vraag voor hem? Vraag hem maar, wat betekent eigenlijk broezen? Vraag hem dat maar. Wat betekent eigenlijk broezen? Ja, dit is dus Martin Schildkamp. Ja, Martin Schildkamp, ja. Oud-trainer. Ja, precies. Oude trainer. Maar, goh, wat leuk. Ja, Martin, lang niet gehoord. Natuurlijk, woont aan de Reigerhof in Ten Boer. En top, maar geweldig. Ja, wat betekent broezend? Broezen, ja, bruin, alles. Alles is mogelijk. Het is 170-180%. Geef je niet alles, dan doe je iets niet goed. Dat is het minste wat je kunt doen, is dat. Is broezen. Dat is het minste wat je kunt doen. Je best doen. En kansen zien en...
positief ding en broezen. En broezen, ja. Ja, dat is jouw motto. Jouw ja, met broezen, ja. Lijfspreuk, zeg ja, maar. 10 jaar geleden vloept dat er op zomaar uit, hoor. Dat was echt, dat was ook in die interview met die Mohamed Farouk. Toen, dat was de eerste keer dat jij broezen toen draaien. Riep jij gewoon... Broezen, pom. Juist. Pom. En hier... Dat was een opname van RTV Noord, was het toen, met Karel Jan Buurken. Daar hebben we eens een keer over gehad. Met Karel Jan van, ja, verdorie. Het was de allereerste keer dat ik dat genoemd heb. Heel raar. Gewoon puur een gevoel, een soort opwelling. En dat jij zegt, broes, een pom. Ik gooi dit er eens hem uit. Ja. En, het is apart. Het is apart, ja. Het is blijven. Gewoon Martin Schildkamp, wat leuk, man. Ja. Blijven plakken. En wat ik leuk vond, wat meneer Schildkamp zei, hij wist wat hij deed. Ja, en hij bedoelde in het veld, maar ik denk ook dat hij ook bedoelt ook buiten het veld. Ik denk dat nog steeds wel zo is. Jij weet wel echt wat je doet, volgens mij. Ik was toen was ik 16 jaar. Toen mocht ik bij FC Groningen voetbal. Van Omlandia. Toen ben ik naar FC Groningen gegaan. En toen waren er maar 2 teams. Hè? Het eerste team en het tweede team. Dus er waren 30, 35 spelers in totaal van eerste en tweede. En dan was er een jong jongetje. Kwam je dan bij tweede elftal. En die wist gewoon dat je gewoon... heel weinig zou spelen het hele jaar door. Als ik misschien het hele jaar 6 keer of 7 keer gespeeld heb, een wedstrijd, dat is best wel veel. En ik heb wel eens mijn aanvaring gehad met mijn vader. En mijn pa zei, moest er wat van zijn? Ja, er was meer voetbal. Ik moest een trainer zeggen, want ik wil meer voetbal. Toen had ik al wel door van, oh, wacht eens even een keer. Ik ben 16 jaar, rustig aan. Ik zag al die hele goede voetballetjes, zag ik wegvallen. Omdat ze een grote mond had in de trainer. Was Nienhuis, onze trainer was Henk Nienhuis bij de jeugd. Ja. Die had een grote mond in de trainer. Van trainer dit, trainer dat. Ik denk, Henkie, rustig aan. Mijn tijd komt nog wel. Dus dan ging je eigenlijk tegen het advies van je vader in eigenlijk. Ik hou me even gedijst. Want ik wist op dat moment toen... dat denkt hij ook dat hij daar ook een beetje mee bedoelde. Ik wist wel van, is misschien niet... Slim. Ik vond het op dat moment wel slim. Dat dacht ik bij mezelf ook, jongen. Henkie heeft het toen wel slim gedaan, jongen. Ik zag een Akta, jonkie uit Hoge Zand. Die kon geweldig voetballen. Die had een grote mond. Ik zag dat mannetje, die mannetje. Ze zijn allemaal waar de trainer niet op zat te wachten. Ik denk van, dat is de baas. Die bepaalt gewoon van of ik die vorige keer je nog stuurt of niet. Laat ik mij mooi en rustig aan doen en ik hoor het allemaal wel. Is dat zo'n soort slimmigheid wat je toen op jonge leeftijd in het voetbal al had? Is dat iets wat je nu nog steeds met je meedraagt in je leven? Jawel. Ook wel een beetje over die dorpsgektes, nekje, haakjes natuurlijk. Van ik weet best wel drommels goed van, wat mensen willen. En ik praat tegen directeur, praat ik anders dan tegen andere mensen, bij wijze van spreken. Maar ik kan met iedereen kan ik wel omgaan. En als zij bepaalde dingen willen zien van mij, kunnen ze dat krijgen. Heel simpel. Maar is dat als ze bepaalde dingen zien van jou? Ze wilden grappig. Nou, wil ik wel grappig zijn. Wil ze serieus? Kan ik wel serieus zijn? Ik heb wat meerdere... Een chameleon is een chameleon. Ik kan met je alles met je kant met je op en zo van... Want wat heb ik eraan om een beetje bij de hand te doen tegen iemand die waar ik weet van... die wil niet bij de hand... Beetje nadenken van... dit is namelijk zo... Dan moet je zo... En als ze willen dat ik gek doe... Nou, doe ik gek. Laat ze maar denken dat ik gek ben... Als ik maar goed werk heb, bij wijze van spreken. Ik vind het leuk om bepaalde dingen te gaan doen en dergelijke. Ik kan me bepaalde dingen wel aanpassen. Ja, ik kan me echt wel aanpassen. En die kwaliteit van dat je kunnen aanpassen aan situaties, waar komt dat vandaan? Zeg maar? Ik zou niet weten, jongen. Ik ben best wel slim misschien. Ja, dat zou maar zo kunnen. Ik begon ook wat te nemen. Ik was toen 15 en toen werd ik... Veendam was geïnteresseerd om bij mij te... Ja, die wilde mijn contract aanbieden. Ik kwam bij ons thuis, de Vries, dat was een van de bestuurslid. Die praatte met mijn vader, mijn moeder, met mij. Van, Henk, we willen je een contract aanbieden bij Veendam voor een jaar. Maar ja, toen op een gegeven moment zat ik in Atheneum 5. Atheneum 5, ik moest nog 1 jaar nog. Pom, jawel, slim. Ja. Dus en toen zijn we tegen Veendam. Ja, lastig. De vervoer was niet goed geregeld allemaal. Ik woonde in Ten Boer, lastig. Train in Veendam. En toen zijn we tegen Veendam, Veendam... Hij eet mijn Atheneum afmaken en volgend jaar zien we wel van hoe wat. Dus, Veendam was een beetje... Ja, die vond het wel jammer dat ik daar niet op inging dat jaar. Oké, contract niet. En toen, een week later of 2 weken later, kwam FC Groningen. Wil je bij ons voetbal? Ja, heel graag. Dus
Ja, in een week tijd kan alles veranderen. Ja. Maar ja, ze speelde ook Eredivisie natuurlijk, FC Groningen. En op dat moment Veendam de Eerste Divisie. En dat was de, dus toen ben ik bij FC Groningen terechtgekomen. Maar dat is eigenlijk ook wel gewoon strategisch. Ja, ja, dat was strategisch. Het was heel dichtbij natuurlijk. Ik zat in Groningen op school. Ja, en gewoon een grotere club. Gewoon. Wel een eredivisieclub. En Veendam was een eerste divisieclub. Toen ook al helaas een beetje financieel, een beetje moeilijk altijd. Ja, ik denk over bepaalde dingen. Als ik het zo doe, heb ik meer kans van slagen als ik het anders zou gaan doen, bij wijze van spreken. Ja. Ja, want je hebt dat hele clowneske, zeg maar. Dat heb je wel heel erg over, toch? Ja, van, zeker. Daar is Henkie weer en gekkigheid. Ik heb zo'n clown. Ik heb wel eens een aanvraag gehad. Was ik op netwerkclub, was ik te gast daar. En toen die man die mij aankondigde. We hebben al spreken de dorpsgek. Henk Daan. Ik zei, ho. Aan het publiek heb ik hem een gigantisch neergezabeld. Ho, zo praat we niet over mij. Ik kan het wel zo doen. Ik ben geen dorpsgek. Maar ik kan het wel doen, bij wijze van spreken. En dan, op podium heeft hij zijn excuses aanboden. Ik zei, dat is zo gaat het. Nee, dat gebeurt niet. Het zijn allemaal serieuze mensen die hier allemaal in de zaal zitten. Potentiële klanten van mij. Zullen we ook niet neergezet worden. Helemaal niet door jou, bij wijze van spreken. Nee, simpel zaak. Dus was even, dan denk je, ho, pom, pom, pom. Ja, dan geef je gewoon weg. Het heeft duidelijk je grens aan. Alles is leuk en wel, maar Henk Daan is geen dorpsgek. Zo is het. Ja. En ze moeten er wel denken van dat het misschien wel zo is. En dat maakt ook iedereen, moet ze ook allemaal zelf weten. Maar hij moet er niet zo in aangeven van, dit is het. Dit is het niet. Dan was je in 2014 bij VI te gast met je WK-hit. Ja. Ik heb dat even teruggekeken. Kom, Brazil. En toen dacht ik van, ja, ze zitten jou nu ook wel een beetje neer als een soort dorpsgek of een soort provinciale maf. Dat gevoel kreeg ik een beetje van. Ja, dat zou best mogelijk zijn. Hoor. Maakt er ook niks uit. Hoor. Ik weet gewoon hoe ik over hun denk, hoe zij over mij denken. Serieus, ik heb wel regelmatig contact met Geneden. Heb ik hem even zo over Wilfred. Ja, ik laat even een klein stukje horen. Ja, maar dat even horen, ja. Henk de Haan. Wilfred. Oh, sorry Henk, ik kijk. Ja. Je ziet er vrij normaal uit voor vanavond. Ja. Mooi, goeiedag. Heer. Hallo, ja. Johan. Wat kom je doen, Henk? Toeten. Muziek maken, muziek maken. Mensen die het verstaan, toeteren, hè, zeg je net. Ja, trompeteren, trompetjes spelen. Ja. We kunnen niet wachten. Nee, wij wachten. Ja. Maar je wilt dit kwalitatief hoogstaande journalistieke programma dus in één keer om zeep helpen? Met... Nee, joh. Hey, jongen, dak gaat eraf, vriendelijke vriend. Maar hou jij wel een beetje de serieuze toon van het programma in stand? Ja, oh, echt. Oké, okay, echt goed. Nee, hey, hebben ze gezien, de dames, hè? Mooi, hè, René? Ja. Nee, wat mooi, hoor. Hey, dat wordt echt serieus. Ik neem aan dat ze blij zijn met de Rabobank dat je gestopt bent daar, of niet? We zijn allemaal tevreden. Dat is ook wel een beetje flauw, vind ik. Ah ja, maakt hem niet uit. Wat ik me dan wel afvraag, hè, van zo'n fragment. Je zegt van, ja, ik geef dan wat van, ik denk wat de mensen dan van mij willen. Hè, de chameleon. Ja. Met wat voor gevoel zit je dan daar op die kruk in die studio? Denk je van, hier, gewoon leuk. Nu ga ik gewoon even... Ja, ik ben gewoon in mijn gekkigheid. Dit is, ik weet wat het niveau van dat programma is, zo simpel ligt het. Het is soms serieus. Het is ook heel vaak niet serieus. Zo simpel ligt het natuurlijk ook. Als ik denk van, ik word voor de gek gehouden, dan ben ik er ook heel snel klaar mee. Ja. Maar dan heb ik echt niet het gevoel. Echt waar niet. Omdat ik Geneo ken van ook de Oogradio al. Ja. Begin 80 jaar, dan ken ik Geneo al. Ik ken hem al 40 jaar. Zo lang kennen we elkaar. Dat is echt waar. Ja. Het is heel grappig. En dat we kunnen zien, hebben we wel een app over en weer. Serieus ook wel. Maar hartstikke mooi. In zo'n dergelijke noot zien we ook regelmatig dat we samen iets hebben dan. Vorig jaar of anderhalf jaar geleden bij mijn Musselkanaal s'avonds. Een hele zaal vol met mensen. Hij was spreker, ik was spreker. In de Nooi dan dat hij 5000 euro krijgt en ik krijg 500. Ook hartstikke mooi allebei. Maar oké, hij verdient het ook. Klaar. Verschil moet er zijn. Verschil moet er zijn. Maar het is dan ook gewoon een beetje een rolverdeling. Dus jij gaat erheen van, nou ja, ik ben de clown en zij zijn de... En simpel zat. Ik een beetje de afzeikers aan de tafel. En dat is de verhouding. Ik vond het hartstikke leuk om zo'n WK-liedje te maken. Samen met Ger en we gaan er samen naartoe. En we hebben een hele leuke avond. Een paar met die danseressies, Marielle en Margrita. Zijn met z'n 24 met die kant op geweest. Het was fantastisch. We knallen met z'n allen naar Rio de Janeiro. 4 weken lekker ballen naar de finale toe. Ja, je bent opgegroeid in Ten Boer natuurlijk. Wat betekent Ten Boer voor jou? Wat heeft het voor een rol gespeeld in de vorming van Henk de Haan? Ik heb op de school met de Bijbel heb ik gezeten. Oh, kijk eens aan. Bam, bam, bam. Ja, het was of openbare school, of de school met de Bijbel, of artikel 31. Oh ja. Ja, dus ik was een beetje, we zijn hervormd opgevoed. Mijn vader was, uh,
was de Costa van de Hervormde Kerk, van die hele mooie kloosterkerk daar. Zondag of zaterdagsmiddags voetbal, dan zaterdagsmorgens voetbal. En in de middags hielp ik Matt mee om 4:30, 5 kerk schoonmaken. Ik moest hem aanveken, En om 6:00 zijn we met z'n allen voor het sportje, jouw patat eten. Gezellig. Daar heb ik ook de Duitse. Sommige mensen zeggen van, hey, praat je goed Duits? Ja, we waren opgevoed met sportje, jou. Nederland 1-2 hadden we. En we waren 1-2-3 Duitsers. En dus, dat was het toen in die periode. Maar een kerkelijk dorp. Zondags was er niks te beleven in Temboer. Ik vergeet ook nooit weer dat ik op een gegeven moment was ik 12. Was ik uitgenodigd door FC Groningen om mee te doen met de penaltybokaal. Op zondagmiddag. Dat ging niet door. Oh. Nee, dat kunnen we niet maken. Een kleine Henkie wel van gebouwd hebben, neem ik aan. Henkie vond dat niet leuk natuurlijk. Want het was natuurlijk een eer om in het stadion van FC Groningen te mogen voetballen. Of de penaltybokaal mee te mogen doen. Ja. Maar ja, ik kom met een boer. En mijn pa zei ook van ja. Ik kan me eigenlijk niet maken, want al die andere mensen, wat zullen ze ervan zeggen in Durp? Ja, ja. Dat was ook zo. Ik heb me ook niet kwalijk genomen, maar ik vond het wel in baan natuurlijk op dat moment. Ik kan me voorstellen, ja. En op een gegeven moment ben je 16 en dan kom je bij FC Groningen. En dan word ik een keer op een zondag gevoetbald. En dan moesten ze me laten gaan of laten ze me gaan van ja, dan nemen ze maar op de koop toe dat Henkie uit zijn boer op een zondag een keer in de voetbalwedstrijd voetbald. En dat is gelukkig allemaal een beetje beter gegaan allemaal. Ja. We praten wel over eind 70 jaar, nee, half 70 jaar, 78, 79. Die periode was best wel lang geleden natuurlijk. Maar dat is anders dan nu. Zo simpel ligt het natuurlijk. Ja. Dus je hebt een religieuze opvoeding gehad. Vanuit huis uit, maar ook vanuit het dorp natuurlijk. Ja. Zit dat nog ergens in je? Niet naar de kerk gaan, dat niet. Maar wel het gevoel van... Ja, ik kan ongelooflijk genieten tussen haakjes als er iemand is die iets heel ergs heeft meegemaakt. Laatst iemand, ja, geniet, dat klinkt heel, dat is een niet. Mm-hmm. Maar dat er iemand, of haar man is, die vrouw is haar man verloren. En dan geloof dat zij dan zo sterk wordt door dat ze gewoon verder kan met het leven. Dat vind ik wel echt, jongen. Ja. Daar kan ik wel echt van genieten hoor. Als een houvast, zeg maar. Ja, als een houvast, als een baken van jongen. Ja. Maar hem, ik heb God, denk ik dan. Je hebt jongen, ik heb toch liever, ja. En zelf, hoe denk jij daar zelf over? Heb jij een God? Nee, ik geloof wel in mezelf. Nou, niet in mezelf, dat klinkt ook wel een beetje flauw. Maar ik vind het heel mooi van... ik heb wel het gevoel dat ik dat heel veel heb meegekregen van mijn ouders. Ik geloof niet. Ik geloof wel dat er misschien iets is of wat dan ook. Maar daar ben ik ook nooit echt mee bezig geweest. Maar ik vind het wel mooi dat denk ik van, als ik dat dit doe, dat heb ik wel meegekregen van mijn ouders. Met die computer ook zei van veel liefdadigheidsdingen. Ja, dat is wel mooi om dat te doen. Zeker. En daar heb ik ook heel veel plezier. Daar hou je ook heel veel uit. Dat geeft wel een goed gevoel. Collectors lopen ook. Ik loop regelmatig collectors. Vind ik mooi. Daar staan ze de deur. Doen ze, moet jij hier? Ja, collector lopen. Collector lopen. Doe jij dat ook? Ja, ik loop ook collectors. Ja, jij doet van alles. Hè? Je hebt een soort tomeloze, eindeloze energie en positiviteit over je, lijkt het. Jawel. Is dat echt zo? Of heb je wel eens een kutdag? Ja, wel eens een jawel. Maar je gaat meestal altijd wel... je gaat met mensen om... Je krijgt de energie ook terug. Je krijgt toch heel veel energie terug. Maar de voedselbank ook. En de mensen die dan voorbij zien komen. Die hun karretje dan volgooien met gratis boodschappen. Denken, verdorie jongens. En er lopen een paar kindertjes lopen er nog bij. Ik denk, wow. En laatst mocht ik dan ook... heb je ook wel eens meegeholpen met de Albert Heijn. Dat we voedsel inzamelden. Ja. En toen, dicht bij de Oost-Roge Brugschool. Waar we dan... samen gewoon. En dan bracht ik ook allemaal dingen allemaal erheen. En zo dozen dat ze daar... spul in kon gooien als het ware. En toen werd ik nog even naar binnen geroemd door een van die leraressen. Van Henk, wat zijn we vertellen over de voedselbank? Nou, vertel ik wat over de voedselbank. En toen stak een jongetje straks zijn vinger omhoog. Hij zegt, volgende week word ik 8. Krijg ik een cadeautje van de voedselbank. Hij zat daar bij de voedselbank. En zei, dit is het toch? Ja, ja. Dat raak je dan ook echt. Ja, dat zie je. Ik krijg de tranen van je ogen als je dat vertelt. Ja. Zo'n jongetje die in de klas heeft, die steekt zijn vingertje omhoog. En dan, ben jarig en krijg een cadeautje van de voedselbank. Wow, dit is toch fantastisch, een jonkje. En er is maar één jongetje die de vinger op de oog steekt. En dat is ongetwijfeld, we weten allemaal, 1 op de 8 groen op in armoede. Ja. En dan, in Groningen nog wel meer eigenlijk, hè? Zeg, 1 op de 5 of zo. Komt ook mee door de student natuurlijk, hè? Dat die heel armoedig zijn over het algemeen. Ja, maar ook zonder die studenten meegerekend. Ja, dat zijn wel... Ja, en dan denk je van, mooi dat het er is. Belachelijk dat het er is, maar wel mooi dat het er is. En maar dan krijg je zoveel energie van die mensen. En ook en die mensen van wie je geen energie krijgt,
die zet ik aan de kant. Of die zet ik aan de kant, maar daar wil ik ook niks mee te maken hebben. Zij zullen mijn dag niet verpesten. Zij zullen mijn dag... Nee, dat iemand die mij negatieve energie geeft... Ja, wegwijzen jij. Jij zult mijn dag niet, mijn leven niet verpesten. Dus ik heb altijd wel, ja... Dat is echt een soort regel wat je voor jezelf... Is dat ergens een soort van een belletje of een lampje... wat ergens gaat dat je dan aan iemand ziet van... Hey, ja, dit, ja, precies, dit, ja, dit zuigt mij leeg? Ja, dit zuigt mij leeg of wat dan ook. Ik heb soms als een groep dan op pad ben en zo van... heb je dit niet? Heb je dat niet? Hey, ik kan het even sneller. Even rustig aan, joh. Rustig, we zijn druk bezig. We proberen iedereen net op zin te maken. En gisteren had ik dan een groep met... eigenlijk geregeld dat iedereen 100 man patat kreeg. 100 man patat. Er was iemand die zat te zoenen om frikandel speciaal. Ja. Ja, kom op, man. Het is niet gauw goed. Ja, ja, ja. Nee, maar dit. Oké, nou, weg. Ja. Mooi. Ik kan me wel voorstellen, Henk, dat jij wel eigenlijk wel een pleaser bent, zeg maar. Dat je graag iedereen het naar de zin wil maken. Ja, maar, tot een bepaald moment. Ja. Tot een bepaalde van, oh, wacht eens even zo. Ja. Dit moet niet ten koste gaan van mezelf, bij wijze van spreken. Is het iets wat je gaandeweg geleerd hebt? Dat ja, je zeg maar denkt van, waar zit die grens, zeg maar? Gevoelsmatig is dat. Het is gevoelsmatig van, oh, wacht eens even. Als er iets in mij zegt van, oh, wacht eens even, dit is niet normaal. Dit vind ik niet leuk. Dit wil ik ook niet, bij wijze van spreken. Maar dat heb je wel moeten leren, zeg maar. Ja. Is er dus ook wel een moment geweest dat je jezelf te veel gaf? Dat je, zeg maar, daar misschien wel in vastliep op een gegeven moment? Tuurlijk, maar doordat je ouder wordt... Je stuurt bij. Stuurt bij. Denk je van, nou wacht eens even, wat levert me op? Ook dat, hè, ook belangrijk natuurlijk. Hè. Het is ik ben een commercieel bedrijf. Ik heb mijn baan opgezegd bij de Rabobank. Ik ben nu zelfstandig. Dus ik moet ook patiënten verdienen natuurlijk. Denk van, hey, wat levert me op? Als ik dit zo doe, ga ik dat doen? Is het interessant of is het niet interessant? Afweging wel, zeker. Je bent altijd veel met mensen bezig. Altijd met anderen bezig. Met je eigen bedrijf. Maar goede doelen en weet ik veel wat. Je geeft altijd volle bak energie. 100% broes en pompom. Knald, ja. Als je zo'n dag hebt gehad. Geknald. Ja, geknald. Op zijn hoe kom jij dan thuis? Kom lekker. Ja, kom je thuis. En dan neem rustig helemaal op de bankje zitten. Neem een potje bier erbij. Hem gezellig hem uitpraten. Hem lekker hem napraten over wat er allemaal gebeurt. We zijn nog vol adrenaline. Want het is natuurlijk geweldig. Als je met 80 en ik de mensen op pad bent geweest. Is je man een geweldige gedag gehad. Dat alles klopt allemaal. En dat maakt het wel kicken. En dan neem rustig aan. En dan kom je rustig en dan denken ze van, oh, je bent thuis ook wel heel druk zeker. Nee, helemaal. Ik ben helemaal niet druk thuis. Ja, dat thuis. Vraagt iedereen zich dat af. Vraagt iedereen zich als af. Mensen weten dat wij bevriend zijn, dan zeggen ze, oh, hoe is die Henk dan? Is hij altijd zo? En, weet je wel, ADHD en dat? Nee. Is dat zo dan? Heb je ADHD? Ben je wel eens getest? Nee. Nee, ik zou het echt niet weten. Nee. Ik heb. Nee. Kun je het laten testen? Nou, je kan het wel laten testen. Ik weet niet of dat zin heeft, maar nee, kan je wel laten testen. Wil ik ook niet, hoef ik ook niet te weten. Als je het hebt, heb je het, heb je het niet. Nou, maakt het verder niet zo uit natuurlijk. Maakt het verder niet uit. Het is wel iets wat mensen zich altijd afvragen bij Henk. Ja. Altijd van, oh ja, hoe is die dan? Is hij altijd zo druk en pompom en zo? Ja. Gelukkig ook veel meer andere mensen, die kennen me ook. En die maken me dan mee als zo'n... En dan ben ik gewoon de regelneef van, hé, nou moeten we zo laten zijn. Duidelijkheid, ze 9:30 op de boot, 10:00 zijn de fietsen klaar. Duidelijk op tijd aangeven van wat. Dat heb ik wel goed geleerd hoor. Ruim op tijd aangeven wat er moet gaan gebeuren. Ja, duidelijkheid. En dan ben je dan de grappenmaker. Dan ben je de regelneef. En soms beide. Ja. Ja, ja. Je doet je soms volgens mij ook wel iets dommer voor dan dat je eigenlijk bent. Ja, dat is misschien ook wel zo. Is het. Ja, wat is dom hè? Wat is dom? Mensen die simpeler. Dat is misschien wel. Dat is misschien wel een simpeler voor misschien om de. Ja, ik hoef gewoon niet wijs voor te doen. Of denk over mijn mensen waar ik veel mee te doen heb en zo. Ik zou me wel. Ja, over het algemeen pas ik me wel aan. Aan heel veel mensen. Dat het aanpassingsvermogen hoort. Denk dat wel een beetje. Dat beetje. Ja, simpel. Ja, simpel. Ja, simpel. Ik ben ook niet. Ik heb ook problemen met de DT's en zo. Ik heb echt problemen met de DT's. Ik vraag wel elkaar. Maar nee, hoe schrijf je dit? Dat vind ik lastig. Ja. Misschien ben ik ook niet zo slim. Wat dat betreft ben ik misschien niet zo slim. Maar misschien met mensen omgaan. Dat ben ik van. Dat is een hele andere slimmigheid, hè? Denk ik. Ja. Dat is een hele andere slimmigheid dan optellen en aftrekken. En Nederlandse taal. De dochter van 14 vraagt ook wat pap. Ik zeg, nou, ik zou niet weten. Langzijdige driehoek of tweebenige. zeg maar. Ik weet echt niet. Nee, maar ja, slimmigheid op een andere manier. En misschien simpeler op een andere manier. Ik weet ook niet hoe het allemaal zit, hoor. Nee. Ben jij een complex figuur eigenlijk?
complex. Ja? Nee, ik denk het ook niet. Nee, hè? Ze weten wel aardig goed wat ik ervan vind over het algemeen. En soms ben ik ook wel te snel met allerlei activiteit met een bepaalde mening te geven en zo. Ik heb wel eens een keer ergens, of spijt van, dat niet hoor. Maar 6 jaar geleden zo speelde Groningen tegen Aberdeen voor de Europa Cup. Hartstikke mooi. Het was de eerste uitwedstrijd in Aberdeen. Ja. En daarna speelden ze dan in Schotland. En daarna een week of 2 weken later speelden ze hier. Toen dacht ik bij mezelf, hey, ik wil er wel mee met die wedstrijd. Lijkt me zo mooi. Heb ik doedelzakken geregeld. Ja. De Piper Macbeth Band. Die zitten gewoon in Noord-Rogenbrug. Repeteren elke maandagavond. Geweldig. Dus ik had ze geregeld. Hartstikke mooi. Die schotten die komen hier naartoe van Aberdeen. En Poelenstraat helemaal vol rood. En Grote Markt allemaal vol rood. En dan gingen ze dan die liedjes zingen. Ze speelden, jongen. Ja. En dan ze zongen de hele Grote Markt. En de Poelenstraat, ze zong mee, jongen. Geweldig. En de politie vond het ook geweldig. Dat ik al die schotten zo... ja, als een rattenvak van Haman. Zo wel gestreden, ja. Dus, ja. Ja, nee, was mooi. Maar toen op een paar mannetjes van Groningen. 10, 20 oogjes aardig hoog. Een beetje veel alcohol gehad. Zwarte woedies. En die gooiden mijn fietsen. Begon mijn fietsen te gooien. Op mijn doedelzak, mensjes. Vlogen alle kanten op, jongen. Ja, toen werd ik geïnterviewd door iemand van Dagblad van RTV Noord. Van, hey. Toen had ik gezegd, van, nou, wat mij betreft mogen we verliezen vanavond. Zei ik als FC Groningen. Dat was fout natuurlijk. Had ik nooit moeten zeggen. Dat vloept eruit. En dat is me jaren nog steeds achtervolgd. Dat achtervolgt je dan? Steeds, ja, dan krijg je daar gewoon haatberichten over en zo. Ja. Ik loop nog steeds op het stadion. Van, oh, wacht eens even. Er lopen al een paar mensen die... Ja, die zijn er echt heel bij, hoor. Die mijn lolle eerste klas vinden. En dat ik dat ooit zo gezegd heb. Dus vanwege echt, die ene opmerking. Vanwege die opmerking, ja. Nou. Toen denk ik bij mezelf. Mijn doedelzak, mensen, van mijn mensennaakjes. Ja, maar wat jij geregeld hebt. Ja. Mensen van 65, 67 jaar, hè. Die krijgen een fietsje bovenop hun, op hun doedelzakje. Ja, het is wel typerend, hè. Dat als je nog gewoon zo'n opmerking maakt vanuit de emotie. Dat je daar dan nog jaren later dan eigenlijk nog steeds last van. Ik heb nog steeds, als ik bij het stadion loop. Hè, en ik hou het altijd mee in de gaten. Als ik daar een beetje langs door bij de zetzijde en zo. Ja. Ik ben echt van, hey, er loopt nog steeds jonkjes rond van, hey, die me misschien nog iets wil aandoen of wat dan ook. Ik loop echt wel met een boog daar een beetje omheen, hè. Triest, ja. Hè? Ja, dat is echt, vind ik heel jammer, hoor. En vind ik jammer, ja. En ik had het niet moeten zeggen op dat moment, maar op dat moment was het even mijn emotie van, oh, wacht eens even. Ja. Ja, precies. Dan kan je wel voorstellen, precies, dat je dat roept. En dan meen je natuurlijk niet echt van zo. En ook al meen je dat op dat moment wel. Waar hebben we het over? Ja, maar dat is even, dat is het verstand die jij hebt, die verstand die ik heb. En ja. Noem al die dingen maar op. Daar maar over. Nee, dat moeten we ook niet hebben. Gelukkig zijn er honderden mensen die het allemaal wel, die het ook menen, die het wel begrijpen natuurlijk. Maar er zijn altijd 20 of 30 mensen die het dan, zeg maar... Nou, een club waar jij wel heel erg prettig kon rondlopen nog steeds is Onlandia. Ik ben er dus even geweest. Ja, Onlandia in Timboer. Geweldig, even een beetje kennis te maken met de mensen daar. En te praten over Henky. Henk Daan. Henk Daan, die kennen we. Ja, zeker. Die kennen we wel. Wat is het voor man eigenlijk, die Henk Daan? Ja, ik denk dat de meesten hem kennen als een goede gangmaker, toch? We hebben een keer een leuke avond hier gehad met hem als spreker. En helaas kort geleden nog gezien op een begrafenis van familie van ons. Maar je hebt altijd een goed kletspraatje met hem. Dus gezellige man. Zeker een aangenaam persoon om je heen te hebben. Ja, leuk. Dat zal hij wel leuk vinden om te horen van jou, denk ik. Denk ik ook wel. Hoi scheids. Je kent Henk ook wel? Ik ken Henk, met zijn toeter. Met zijn toeter, ja. Wat is dat voor een kerel, Henk? Henk is een echte oude Timboerster van vroeger. Dus echt comedie en hartstikke leuke vent. Spontaan en prima. Goede voetballer van vroeger. Ja, leuk. Dus, goed, Henk is wijd en zijd bekend door zijn roem en daad, zeg ik altijd. Goeie wedstrijd, ja? Scheids. Bedankt, hè. Graag gedaan. Mooi, hè. Hoi. Je bent ook een clubman zo te zien. Ja, hoor. Wat is Henk van man? Nou, Henk is recht door zee en hij is eerlijk. Dus daar hou ik wel van. Dus en hij kan veel hebben. En ik vind dat zelf ook wel prettig. Ja. Dus dan weet je ook wat je aan elkaar hebt. Hoe herinner jij Henk van vroeger, zeg maar, van uit je jeugd? Enthousiast, altijd. Altijd, bevlogen. Hij zat altijd bij muziekkorps, hè, hier Volharding. Speelde bugel of trompet, ik weet niet hoe ze het denken. Altijd aan toeten, nog steeds. Hè? Ja, klopt. En, dus hij kwam hier vaak door dorpen met de volharding. Geweldig, hè? Ja, mooi kerel. Ja. Heb je een vraag voor hem? Iets waarvan je denkt, eigenlijk Henk altijd al willen vragen, maar nooit naartoe gekomen?
Want hij heeft natuurlijk al eigenlijk hij is gestopt met de bank. En hij heeft nu iets wat hij fantastisch vindt en ook goed doet, vind ik. En is wat voor uitdaging die nog ergens heeft. Ja, ben ik wel benieuwd naar. Ja, Henk, dat is... Gregorio was daar. Ja. Ik vind dat fantastisch, Gregorio te horen, ja. Geweldig. Ja, en... want het zijn allemaal mensen bij Omlandia, ja. Om en rond het veld. Hè, die Kiel, ik, meisje van Bijman. Ja, er waren Marlies Bijlman van Vrouwen 1. En ja. Scheidsrechter Jan Beukema uit Ten Post. Later Ten Boer, en die jou nog wel kende met je toeter. En inderdaad Gregorio. Gregorio. En hij stelde jou de vraag, waar haal jij nog uitdaging uit? Poeh. We hebben een kleindochter nu. Ja, Alien. We hebben een kleine zoon, Thies. En die zie ik al dat hij met een balletje voetbalt, met linkerpootje voetbalt. Die had een beetje geweldig. En er komt nog een kleindochter, die is onderweg. En ja, een uitdaging, ja. Misschien nog meer je lastig allemaal. Een beetje meer vrije tijd voor klein maken, wat dan ook. Maar ja, voor mezelf. Ik heb ooit mezelf beloofd van voordat ik kom te overlijden, heb ik een Gronings eiland van gemaakt. Lijkt me geweldig. Ja, ik heb een keer op Facebook gezegd, joh, die Friese wordt allemaal gek dan. Hè? Wie heeft dat allemaal niet bedacht? Ja, dat bedenk ik dan zelf. Dus dat is de grote uitdaging voor Henk. Het lijkt me fantastisch. Want die Schiermonnikoog hangt er gewoon een beetje bij. Het is een Friese eiland, blijkt het te zijn. Hè? Het is een Friese eiland. Ja. Ik ben ook best wel heel veel Friesen woon daar. Maar ook best wel heel veel Groningers woon daar. Maar, zeker. Ja, dat is wel een uitdaging. Dat is wel, nou, laten we daar, dat vind ik wel een hele grappige. Dat er gewoon een Gronings eiland komt. Annexeren, Jan. Ja, dat moet even gewoon netjes geregeld worden, zeg maar. Nou, ik heb het ook wel eens over gehad om in mei dan met al die rubberboten, met die Groningse vlak, liep wel geweldig, ja. Om er dan met 20 van die boot na te komen in zo'n tent. En dan komen ze aan, jongens, en dan een lamprootje. En alles wat nog mag blijven. En alles wat weg moet, dan maar weg. Die vriezer. Ja. Nee, maar ja. Het lijkt me wel mooi. Dus dan ga je van voetballer naar evenementenorganisator naar een soort piraat uiteindelijk. Een piraat, een landverovertje met je stratego. Of wat? Nee, dat is geen stratego. Of wat is dat? Risk. Risk, risk. Een beetje risken in het echt. Ja, risk. Dat lijkt me echt leuk, jongen. Verdikkie, want we missen als Groningen, we missen echt een... Ik denk dat we dat... Dat zou echt een aanvulling zijn. Een provincie met een eigen eiland waar we alles mee kunnen doen en dergelijke. Dat is een uitdaging. Dat gaan we even regelen. Dat gaan we regelen, ja. Ja. Dat lijkt me wel heel mooi. Dat lijkt me wel wat. Hey, ben jij geworden wat je als kind wilde worden? Leuke vraag. Ik wilde helikopterpiloot worden. Niet helemaal gelukt volgens mij. Nee, weet je wat de reden is? Waarom? Omdat ik kon voetballen. Dat was een nadeel. Ja, dat is ook wel. Ja, dat is echt waar. Ik was toen 15, 16. En die dingen, oh, een helikopterpiloot. Lijkt me geweldig. Met de luchtmacht. Fantastisch, jongen. Helikopter. Zie je, nou, Mesh. Ik weet niet, dat maakt ook niks uit. Met al die programma's en zo. Helikopterpiloot. Lijkt me geweldig. Ik heb geïnformeerd van, hey, wat moet je doen? Half jaar Amerika. Ja. Heb ik net, zit ik bij FC Groningen. Ik heb best wel voetbal in. Nee, dat doen we dan niet. Ik wil het ook in de zorg, lijkt me geweldig. Maar ja, nachtdienst is een combinatie met voetbal is ook lastig. Ja. Van, ja, dat zijn twee dingen die ik toen vroeger wilde gaan worden. Of in de zorg. Of helikopterpiloot leek me als het mooiste. En daarna in de zorg. En nou zit ik een beetje in de zorg wel. Nee, een beetje verzorgen mensen en zo. Een leuke dag. Ja. Het is toen niet... Ah, nu een beetje, ja, ik voel me een beetje zorg. Ja, dat zit wel in jou, hè? Gewoon het zorg dragen, zeg maar. Ja. Ja. Ja, dat vind ik mooi. Ja, ik vind dat geeft me voldoening, ja. Geeft me voldoening, ja. Wat komt er op Henk de Haan zijn grafsteen te staan? Wat komt er op mijn grafsteen te staan? Vind ik wel grappig. Mijn opa en oma staat, hun leven was dienen. Op mijn vaders en moeders grafsteen staan, hun leven was dienen. Ja, ik zou dat ook, zou ik wel een heel leuk zinnetje vinden. Dat er ook op die van mij zou komen staan. Henk de Haan, zijn leven was dienen. Of, ja. En broezen. En broezen. Die toevoeging die... Ja, broezen er mag erbij. En ja, ik denk zo van, nou, maak hem maar klaar. Nou, dan geen wachten natuurlijk. Nou, eerst een schiemenikoog. Wanneer is schiemenikoog? Helemaal is nog geregeld. Maak hem maar klaar. Nee, maar eerst een schiemenikoog geregeld worden. Ja. Maar hun leven was dienend. Dat staat er zo op. Ja, goh,
Vind ik wel grappig. Mooie tekst. Slotvraag. Geboren in Groningen, opgegroeid in Ten Boer, nu woonachtig in Appingedam. Een echte Grunniger. Wat maakt jou een Noorderling? Wat is jouw Noorderlingen ding? Kijk naar buiten. Een hele grote Groninger vlag. 2 meter bij 3 meter. Een hele lange paal natuurlijk. En ik kijk s'morgens door het raam om. Ik kijk naar buiten en ik zie die vlag hangen. Ik denk, dit is het. Samen met z'n allen een mooi leven van maken. En niet te moeilijk doen allemaal. En gewoon normaal. Blijf doen maar normaal. En genieten van je leven. En maak er wat moois van. En wat geweest is, is geweest. Niet te lang meer stilstaan. Vooruit. Knallen. Bruisen. Zo is het, denk ik. Dankjewel, man. Graag gedaan, collega. Dat was een mooie. Ja, ik vond hem wel. Heel succes ermee, jongen. Ja, dankjewel. Adios. Hey, wat mooi dat je luisterde naar deze aflevering van Noorderlingen Dingen. Een podcast van Dagblad van het Noorden. Ja, en ik ben dus Colin. En ik wilde je vragen of je deze aflevering even wilt raten of liken of van sterren wil voorzien. Of een reactie achterlaten zou helemaal te gek zijn. Want zo kunnen anderen die podcast dan weer beter vinden en zo. En de volgende aflevering, dat wordt ook wel een hele mooie. Want dan spreek ik met entertainer Bert Visser. En dan kom je ineens hier in het UMCG, maar ook in het Antonie Leeuwen ziekenhuis in Amsterdam voor een second opinion. En dan zit je daar gewoon met allemaal artsen en dan bespreek je je kanker. En dat is zo'n raar gevoel. Om eens alsof je een beetje buiten staat als toeschouwer. Dat kan niet, dat ben ik niet. Ik zit hier met 4 chirurgen over kanker en behandelingen te praten. En dat is zo raar. Ja, luisteren dus. En als je geen aflevering wil missen, dan kan je even abonneren op het kanaal. Makkelijk zat. En hou even wat shout-outs voor de redactie, productie en allerlei dingen. Lieselotte Schuren. Grafische vormgeving is van Matthijs Mol. De muziek van Guido Keizer en de scratches van DJ Irie. Volgende week dus Bert Visser. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot dan. Noordelijke dingen.